Wij van links. De moslims lijken het ons wel moeilijk te gaan maken om hun leuke jongens te blijven vinden. Want ja, wij, aanhangers van het basale linkse denken, hebben altijd een bondje gehad voor de moslims. Meneer Verhooy, je zou gisteravond bij Paul van Lint live komen op RTLZ. Alleen de andere gasten hadden geen zin om met u aan tafel te komen, dus u werd afgebeld. Een cordon sanitair op de Nederlandse televisie na de aanslag. Dat zegt wel wat. Ja, en dat ben ik eigenlijk in Nederland iets minder gewoon dan in België. In België is het, de schutskring op mij is duidelijk. Alle mainstream kranten die door rode en groene journalisten bevolkt worden, mijden mij als de pest omdat ik naar de kern van het probleem ga. Maar in Nederland vond ik het iets minder zo. Wij van links houden er enorm van om te gaan eten in Marokkaanse, Syrische en dergelijke restaurants. Hoewel de kans groot is dat we iedere keer 3 dagen aan een stuk de scheiterij hebben. Wij van links vinden dat de moslims hier niet goed genoeg behandeld worden, dat ze gediscrimineerd worden. Het woord discrimineren betekent, etymologisch, als je naar de herkomst gaat kijken, betekent dat een onderscheid maken. Dat doen we elke dag overal. Wij maken onderscheid. U komt hier filmen en niet een ander. Wij moeten een onderscheid maken tussen aan de ene kant Jodendom en Christendom, islam aan de andere kant. En wij moeten erkennen dat die islam iets is wat niet past in een liberale rechtsorde. Als de universele verklaring van de rechten van de mens wordt opgesteld, dan zeggen zij via de verklaring van Cairo, wij vinden dat allemaal heel leuk en heel fijn, maar als het niet in tegenstrijd is met de sharia. Dus ja, alles is bijna in tegenstrijd met de sharia. Dus dat systeem aanvaarden ze eigenlijk niet. En alles wat fout gaat met de moslims in dit vermaledijde Westen is onze eigen schuld. En de een naar de ander mag opkomen draven om te kijken wat wij verkeerd hebben gedaan. Media kijkt wat wij nou verkeerd hebben gedaan, dat die lieve arme schatjes zich opblazen. Dat is ook een hele vreemde kijker. Dan is het een kwestie van, zien ze het niet of willen ze het niet zien? Het zijn immers de rechtse klootzakken onder ons die in de 12e en de 13e eeuw naar het oosten trokken om daar arme dompelaars met onze goedendag de kop in te slaan. Uiteraard willen wij van links zoveel mogelijk oosterlingen binnen onze grenzen. Want ja hoor, wat zijn ze toch leuk en tof en vredelievend. Als je zoals de meeste mensen nu bezig bent met een soort hedonistische overlevingscultuur, dan ga je er minder mee bezig zijn en dan ga je je gedijst houden wat de meeste mensen doen. Ze spreken wel en petit comité en entre nous, spreken wel over de dingen, maar ze zullen ze nooit naar buiten brengen. Nee, maar dan ben je een fascist. Dan ben je een fascist. Dus als we mensen op straat interviewen, ziet men dat ook zeer goed. Zij geven het antwoord dat wenselijk is. Vindt u alle moslims slecht? Ja, natuurlijk is dat niet zo. Natuurlijk zijn niet alle moslims slecht. Maar onmiddellijk zou men zeggen, nee, maar ik ken wel goede moslims. Of natuurlijk zijn niet alle. Men gaat dat overdrijven. Dus men durft eigenlijk niet meer te zeggen wat er precies letterlijk voor de hand ligt. Wat er op straat gebeurt. Ja. Wat men ziet. Als men naar de televisie kijkt nu, dan zie je met die bomaanslagen nu. De totale sentimentalisering van een samenleving. Imagine all the people. Ja, je wordt en er gewoon gratis knuffelen. En gratis knuffelen. En wat je ook ziet, kaarsjes. Kaarsjes. Krijten voor vrede. Wat zijn we goed bij? En als er al eens een paar van hun jongeren oude vrouwtjes overvallen, drugsdealen, stelen en jatten, dan is dat alweer onze eigen schuld. Ik kreeg van RTL een videoopname waar je een hoofddoekje ziet die aan het kijken is binnen die grote massa vlaggetjes en teddybeertjes en kaarsjes. En zij verlegt een Palestijnse vlag, heel voorzichtig. En ze gaat naar een andere vlag van Israël. Die probeert ze, of ze steekt ze in brand. Dat kon ik niet zien, want het filmpje stopt dan in brand. Dus al die goede wil die daar tentoon wordt gespreid door die brave, inclusieve, christelijk-humanistische mensen, die wordt gewoon door dat ene gebaar ontkracht en gefalsifieerd. Maar ze hebben die vrouw waarschijnlijk aangepakt, toegesproken. Nee, want ik zag daar inderdaad nog hoofddoekjes staan en nog mensen. Die vrouw die gaat gewoon verder, er is niks aan de hand. Dus dat is wat ik bedoel. Mentaliteit is alles. Niemand spreekt nog iemand anders aan. Hè. Wij geven hen niet genoeg de sociale opvang die hun ouders hen helaas niet kunnen geven omdat ze jammer genoeg analfabeet zijn en te zeer bezig met baklava te bakken om zich ook nog eens onledig te houden met hun kroost. Het wordt ze allemaal mogelijk gemaakt. Ze worden voorgetrokken door positieve discriminatie. Toch lukt het allemaal voor geen meter. Ja. En dan is dat de reden om jezelf
op te blazen, volgens sommige mensen. Ja, dat is eigenlijk de logische gevolgtrekking. En men vindt op een of andere manier dat daar een zekere rationaliteit in zit. Wij van links vinden ook dat louter alleen wij schuld hebben aan 9-11, de aanslagen in Londen en Parijs en nu de aanslagen in Brussel. Zij voeren verschillende soorten jihad. Een demografische, zeer zeker. Maar zij voeren ook een culturele jihad. Een juridische jihad. Zij putten de mensen uit met juridische trucjes. Dus ik zie wat er gebeurt met een bepaalde juf die beschuldigd wordt van kindermisbruik. Een Vlaamse juf. Dat is een juridische jihad. Je hebt alle soorten... Je hebt dan de echt agressieve jihad. Maar al dat soort jihad zit eigenlijk in die cultuur ingebakken. In die islam ingebakken. Nu. Er zijn bepaalde punten in de geschiedenis waar iets omslaat. Hè, een dialectiek. Bij de middenklasse slaat het om. Bij de middenklasse slaat het om. Het probleem is alleen dat zij te maken hebben met een synergie, een samenwerking van twee grote processen. Een links- en een rechtsproces. En het linkse proces is het politiek correcte denken, met al die goed mensen. En het rechtse proces is een overvloed aan mensen is altijd goed om de lonen te downsizen. Dus rechts en links werken niet bewust samen, nee, daar ben ik van overtuigd. De grote fabrikanten vinden die luchtbruggen met mensen uit het Midden-Oosten fantastisch. Tuurlijk. Dus als je de synergie hebt tussen links, die het op een culturele manier verantwoorden, en rechts zegt niks, maar kan het wel gebruiken, heb je zo'n machtige synergie dat die middenklasse daar gewoon tussen zit. Want die moet blijven werken. En die wordt gezegd, jullie zijn halve fascisten. Door de twee kanten. En daar heb je dus eigenlijk geen verweer tegen. Daarom is het voor mij ook hopeloos dat de politiek bijvoorbeeld dat soort analyses niet kan maken. Maar die mensen, ik zie dat als ik met politici praat, die zijn zo opgenomen in hun dossiers die ze op dat moment, op dat uur voor zich hebben liggen, dat zij zich niet kunnen voorstellen dat er nog een hele andere wereld is die over hen aan het donder is, die ze nauwelijks kunnen zien. Ja, wij hebben een premier in Nederland die trots is dat hij geen visie heeft. Ja, dat bijvoorbeeld, maar je ziet dat ook bij ons. Als je de ministers bezig hoort nu naar die bomaanslagen, dan zijn dat, hoor je nooit een analyse. Je hoort hoeveel veiligheidsdiensten men moet bij hebben bijvoorbeeld, en hoe erg het is voor de slachtoffers, en of er nog iets kan voorkomen, maar men maakt geen analyse. Wat men wel doet, is een aantal zogenaamde islamexperts uitnodigen in de studio, die dan een gewone riedel beginnen van islam is niet, elke moslim is niet zo enzovoort. Daar schieten we niks mee op, want dat zeggen we nu al 30 jaar, en het wordt alleen maar erger. Je moet degenen die we nooit genoeg hebben gepamperd en geknuffeld en bewonderd, toch zeker de kans geven om ons naar de kloten te helpen. Het is een recht om zichzelf te laten ontploffen en daarbij zoveel mogelijk van die verschrikkelijke westerlingen om zeep te helpen. De islam heeft zich nooit aangepast. Wat de islam stelselmatig doet in de geschiedenis, Jan, is men ent zich op een beschaving, denk aan Indië. Men zuigt die beschaving uit, men is niet productief. En uiteindelijk verliezen de beide partijen, want de een gaat niet vooruit en de ander gaat ook niet meer vooruit. En dat is wat men nu eigenlijk doet in onze beschaving. Men ent zich op die westerse consumptiemaatschappij, die verzorgingsmaatschappij. Men zuigt die uit op alle mogelijke manieren. En er zijn zelfs imams in Engeland die zeggen, ja, doe dat maar. Dat zeggen ze letterlijk, hè. Er zijn filmpjes van. Want dat is de belasting die zij moeten betalen, die jizya, dus dat is de belasting die christenen en joden moesten betalen om gerustgelaten te worden tijdens het Ottomaanse Rijk bijvoorbeeld. Wel, dat is de jizya die zij ons moeten betalen. Wij van links zijn bezig om ons eigen graf te graven en sommigen van ons doen het nog met de glimlach ook. Want God is liefde en zeker geen haat. Geen reden voor misbruik of een nep-kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan.